Waar zijn wij hier nu? Op mijn voetbalclub, waar ik al 7 jaar voetbal. En hoe oud ben jij nu? Ik ben nu 13. 13. Dus al vanaf je 6e. Ja. Ik vond het een bijzonder gedicht voor iemand van... Want het is dus 3 jaar geleden. Toen was je 10. Klopt? Ja. Schreef jij toen al? Of was het een opdracht van school? Of hoe kwam je erop? Nou, ik hield sowieso altijd al wel van verhalen schrijven en zo. En we deden gewoon voor school. Dan moest iedereen uit de klas een gedicht schrijven. En dan was er een vrouw van poëzie van een soort groep die dat deden. En zij gingen dan kijken welke gedichten ze het beste vonden. En dan moest je die een beetje gaan aanpassen. En dan uiteindelijk had je een soort schoolstrijd tegen een andere school, waarvan ook de beste werden uitgekozen. En daarmee had ik dus de eerste prijs gewonnen. Wat is voor jou feminisme? Kan je dat uitleggen? Nou, wat ik dus bij mijn spreekwoord had gezegd, de gelijkheid tussen man en vrouw. Wat, ja, dat vind ik wel echt belangrijk. Het is gewoon zo bizar hoe vaak vrouwen eigenlijk minder waardig worden gemaakt. Ja? Ervaar je dat ook? Ja, tijdens voetbal dus. Ja, ik speel jongenscompetitie. En dan is het dus altijd van, oh meiden, winnen we zo. En dan winnen we 8-0 en dan gaan ze huilend van het veld. En dat geeft echt een goed gevoel. Jij bent een feminist, hè? Ja, van mijn zus geleerd. Van je zus geleerd? Vertel eens. Nou, mijn zus heeft altijd over dingen gepraat. En altijd als we iets zeiden, en dan zei ze, nee, dat kan racistisch opgevat worden. Of dat is seksistisch. Dan gelijk werd ik erop aangesproken. Maar uiteindelijk heb ik daar wel wat van geleerd. Want nu ben ik dus ook feministischer door haar geworden. Dat zij met mij naar demonstraties ging. Of dat we... Ja, ze vertelde gewoon in ieder geval hoe het ging. En ik dacht altijd, ah, het valt wel mee. Maar dan, nu ze het zo zegt, dan valt het me inderdaad wel meer op. En ik let ook meer op wat ik nu doe en zo. Dus jouw zus heeft jou daarin, is zij jou voorgegaan en heeft ze je als de oudere zus opgevoed. En jij voedt de jongens op het voetbalveld op, eigenlijk. Ja. Zo kunnen we dat zo zeggen? Ja, eigenlijk vind ik dat een mooie. Ja. Precies, wat leuk zeg. Ga je mij zo leren een beetje te voetballen? We kunnen het proberen. Ik als acteur heb bijvoorbeeld heel veel rituelen en van die dingetjes. Heb jij dat ook? Nou, we doen altijd eerst een warming-up. Oh ja, dit kan ik wel. Okay, ja. Knieheffen. Knieheffen. Yes, yes. Nu zijwaarts. Ja, laten we dat doen. Oh yes. Dit is leuk. Yes. Top. Ik ben een klein meisje op het voetbalveld. Met een grote gedachte. Overwinning. Overwinning. Mijn eerste wedstrijd. De jongens... Vinden zichzelf heel goed. Vinden zichzelf heel goed. Maar ze houden mij niet tegen. Maar ze houden mij niet tegen. Want ik ben een vrouw. En ik ben er trots op. De overwinning is van mij. Ik win. Ik win. Ik ben een vrouw. En ik ben er trots op. Kijk, kijk mij, kijk mij, kijk mij. Kijk warmingen. Kijk mij. Oh, wauw. Ik ben hier nog nooit op geweest. Dit is te gek. Ik ben een klein meisje op het voetbalveld. Met een grote gedachte. Overwinning. Mijn eerste wedstrijd. De jongens vinden zichzelf heel goed. Maar ze houden mij niet tegen. De overwinning is van mij. Ik win. Ik win. Ik ben een vrouw. En ik ben er trots op. Jij gaat nu een wensschijf hierop, wat je gaat behalen, want dat doen we. En dan ga ik dat ook doen en dan schoppen we het goal in. Ja. Wat staat daar? Ik wil proefvoetbalster worden later. Oké, dit is mijn wens, maar het is geen wens, want het gaat uitkomen. Een goal op TV. Als prof, mocht dat nog niet duidelijk zijn. Yes? Ja. Schop hem er maar in.